Hoi en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag samen met Natalie en Lente. En we gaan vandaag een video opnemen waarin Natalie mij gaat opmaken op de manier waarop zij zichzelf eigenlijk opmaakt. Of wat jij heel mooi vindt, hè? Ja. We hebben eerder al een keer een I does my sister's make-up gedaan. En vandaag is het dus my sister does my make-up. Dus ja, mocht je benieuwd zijn wat Natalie dan voor look gaat maken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal trouwens ook nog eventjes een foto van hoe ik mijzelf opmaak in beeld neerzetten en hoe het eindresultaat is geworden als Natalie mij heeft opgemaakt. Dus nou, laten we gewoon gaan beginnen met My Sister Does My Make-up. Nou, ik ben in Angela's slaapkamer en ik ga make-up product uitzoeken voor de look die ik ga maken. Zoals ik al in intro zei, of wij al in intro zeiden, ga ik echt een make-up look maken zoals ik mezelf opmaak. En ik ga jullie meenemen in wat ik dan normaal gebruik. Ik heb niet zoveel als wat Angela heeft, dus ik heb nu gewoon heel veel keuze. Maar zeg maar wel gewoon, als ik zeg maar normaal pak ik bijvoorbeeld thuis eerst een make-up base naar. Nou, ik heb één soort Angela heeft er 10. Dus ik heb gewoon keuze uit 10 make-up bases. Dus op die manier bouw ik het op. Dus ik pak wel de producten die ik thuis heb. Alleen dan varieer ik hier misschien met andere soorten ervan. Ik ga jullie meenemen. Want ze heeft zoveel. Dus gaan we gewoon even samen uitzoeken. Ik begin zelf altijd met een make-up base. En ik heb haar laten vertellen dat het hierin zit. Oké. Ik ga hier iets uitzoeken. Hydrating. Primer. Volgens mij is een primer niet per se hetzelfde als een make-up base, toch? Anti-shine. Oh, dat wil ik. Ik wil sowieso iets tegen glimmen. Ja, die neem ik. Nou, dan doe ik thuis altijd iets van een concealer, creamer. Dit is een tinted primer. Dat wil ik allemaal niet. Ik heb altijd namelijk gewoon zelf een primer base zonder kleur. En dit zijn alle foundations. Maar ik wilde eerst eigenlijk even iets voor een... Ik moet het dus echt zoeken. Gewoon iets van een corrector, zeg maar, voor je ogen en dat soort dingen. Ah, deze zocht ik. Kijk, een camouflage product. Dit zijn twee dezelfde, maar deze. Dan, wat ook wel handig is voor eventueel rode producten. Doe ik even dit. Ja, dat lijkt me een goeie. En dan door naar de foundations. Dat zat in deze laag. Ik gebruik zelf momenteel deze thuis. SPF 30 ook, maar ik ben gewoon thuis mijn make-up aan het opmaken. Maar ik ben gewoon benieuwd wat ze nog meer heeft. Ik vind Angela vaak best wel donker opgemaakt. Dus ik ga echt iets kiezen waarvan ik denk dat past bij haar gezicht. Een beetje een lichte kleur. Even testen. Dit is precies wat ik wil. Oké.
Oké. Dan door. Het andere een beetje terug liggen. Naar een poeder. Ik poeder mezelf altijd af. Nee, blushes. Ze heeft zoveel dat ik echt moet zoeken wat waar ligt. Deze. Ik wil gewoon een hele lichte poeder. Ik wil echt iets lichts. Even zien. Oké, dat. Dan gebruik ik zelf altijd iets voor mijn wenkbrauwen en mascara. En een lippenstift. Dus ik ga eerst een mascara uitzoeken. Gewoon iets normaals. Niet te spannend. En mijn doel. Extreme volume, maar ik gebruik altijd twee mascara's over elkaar. Ik altijd. Oké, nog even een lipstick uitzoeken. Maar dat is niet makkelijk. Ik ben zelf altijd heel erg fan van Rimmel lipsticks. En dan weet ik dat ze die wel heeft. The question is where? Moet ik zeggen, deze van Essence vind ik altijd super mooi en chill. Maar ik wil iets niet te donker, zeg maar. Gewoon. Volgens mij is deze echt. Ja, dit is hem. Dan moet ik alleen gaan zoeken welke kwast waarvoor is. Dit was de kwast voor de bezen. Ja. Heb je hem op de opnemer gedrukt? Zeker. Best grappig, niet alles vertellen. Nog nooit iemand die mij heeft opgemaakt. Jij moet echt leren om je ogen goed schoon te maken.
Want dan zitten ze echt letterlijk overal, hou ze dicht, want ik smeer het over je ogen heen. Nog mascara en wenkbrauwspul. Ja, normaal ga ik altijd douchen, zeg maar. Dan zit het er ook altijd nog op. Waarom ben je altijd anders spanbaar? Niet altijd. Wel, bijna. Jij werkt zelf veel met beautyblenders, denk ik, hè? Ja, alleen Dit is ook niet de bedoeling dat ik alle kwasten op tafel kleur. Voel je je professioneel nu met zo'n Nee, kleurspel, zeer toch? zeker niet. Oh ja, de grote vriend. Zou dit geen leuke video zijn voor Frank en jou, dat Frank jou opmaakt? Ha, ben je gek. Oké. Roodheden heb je eigenlijk niet, dus die skip ik. Lijkt mij best wel grappig. Vond dit, ik heb deze pot echt alleen maar gekozen. Doe je dit normaal altijd eerst van kwast Ja. eigenlijk? Ja. Nou, ik niet. Ha! Knijp je hem wel dicht, dat pipetje? Oh, dat werkt zo. Oké. Oh, heft. Oh, oké. Dit ging zo hard mis. Too much. Ja. Deze had ik ervoor. Yeah. Puffing. Oh. Ja, hou je over mij recht. Hou je ogen dicht, want ik smeer alles over ogen heen. Oké. Jij nooit? Heel soms. Maar ik gebruik natuurlijk ook altijd oogschaduw, dus ik pak sneller een oogschaduwprimer. Ja, maar ik wil jouw ogen nog wel doen daarna. Maar ik doe het nu opmaken zoals ik het zou doen. En dan Ja. gebruik ik geen oogschaduw. Maar ik wil straks nog wel oogschaduw bij je doen. Oké. Heb je ook al een idee wat voor paletten je zou willen dan? Nee, maar ik wil wel iets proberen hoor. Oké. Oh, dit is echt mooi. Foundation voor jou. Waarom gebruik je dat niet vaker? Ik heb nu zelf een andere van Catrice die ook heel fijn is. Is dit assortiment of is Ja, dit standaard eruit? Oh, assortiment. top. Ik wil deze ook. Volgens mij is deze nog in. Dat kan ik straks even voor je nakijken. Ze hebben nu ook een hele nieuwe, die is ook heel mooi. Die is ook heel licht. Maar Ja, maar jij moet ook lichtere hebben. ja, maar ik koop ook alleen nog maar ook mijn basis foundation, zeg maar, die ik standaard nu gebruik, die haal ik nu ook van Catrice. Want die van Essence is gewoon te donker. Dan heb je de lichtste kleur. Klopt. Hoofd omhoog. Dit doe je nooit, zo. Nog een beetje. Hoe vind je nou deze kwast in gebruik? Ja, fijn. Zou je zelf ook denken van daarvoor zou ik hem bijvoorbeeld ook willen hebben? Of? Ja, misschien wel. Maar dat vraag ik hem voor kerst. Ik moet nog 2 keer roze ringen. Ja, het ene cadeau is nog niet binnen, hè? Nou, dat is dus nooit besteld, want het was niet beter. Oh, Ja, doe je wat hoofd was even het voor? geworden Ja, weet ik dan? niet. Oh, jammer dat ze het niet hebben verteld.
Volgens mij zit mijn been in de weg, of niet? Ja hoor. Oh, dit is echt top. Alleen mijn hoofd zit echt zo'n piepklein randje in beeld. Dat is echt... Ja. Ah, maar ze weet wel dat jij de make-up niet doet. Ja, klopt. Nee. Meer zo van, het staat zo raar dat ik echt op zo'n hoekje zit ik in beeld. Ja, maar dat komt omdat je gewoon... Ja, dat zit echt aan lente, dat is puur enkel de reden. Ja, voor de mensen die het zich afvragen, lente zit inmiddels op Natalia rug. En dat gaan we... Niet laten zien. Nee. Al houdt ze wel heel netjes haar hoofdje steeds van de camera af. Dat zie ik wel. Ze zit steeds naar mij te kijken. Oké. Durf je het aan dat ik je wimpers ga krullen? Ja hoor. Het is echt scary. Vind je het zelf eng? Beetje. Ik kan niet. Oké. Oog goed open. Ja, komt ie. Heb ik je ooglid of niet? Nee. Dan kan ik door. Lente. Wel rustig blijven zitten, anders dan heb ik zo meteen geen oog meer. Oké, ik gebruik eerst een krulmascara. Maar ik denk dat je alle producten die nog te koop zijn wel linkt, hè? Ja, ik zal hier wel even, ja, dat zal ik wel eventjes doen. Ja, ik zet gewoon van alles een linkje. Ja, maar als het niet meer te koop is, dan ben ik terug. Oh. Ja. Wat een rotworsteltje. Zeker plastic. Ja. Ik hou ook niet van plastic. Plastic, hate it. Plastic, fantastic. Nou, niet dus. Je weet wel dat je nu maar één kant hebt. Klopt. Gedoeld. Maar dat komt omdat die kant plakker was. Dat is de enige reden. Nou, heb ik nog een kwast. Dit is een lipkwast. Haha. Papapapa. Het welbekende setje. Oh, je gaat nu de wenkies doen natuurlijk. Wenkies voor wenkies, ja. Want wimpers moeten eerst. Nee, wenkies forever. Ga ik straks ook de overige mascara weghalen dan? Nee, tuurlijk niet. Zo blijf je er rondlopen. Oh ja, zo stuur je mij ook echt naar de snackbar toe. Oké. Ja, dit is lastig, want jouw wenkbrauwen waren nog best wel niet goed schoongemaakt. Ik heb ook gewoon rot wenkbrauwen. Dat klopt ook. Kijk, jij hebt lekker smalle wenkbrauwtjes en ik heb echt van die grote... Nee, dat valt best mee. Stel je niet aan. Je bent zo vriend Bert, ben je. Zo voel ik me al zo wel, ja. Twee lagen mascara, twee verschillende mascara's. Oh, weer een rot plastic borstel. Ja, je hebt ze wel uitgekozen. Mascara op te doen bij iemand is echt moeilijk. Holy crap! Nou ja, het ergste dat kan gebeuren is dat ik één oog kijk, maar. Mag je zo even iets pakken met spul dat ik weg kan halen voor je? Ja. Dit is dus waarom heel veel mensen dus eerst hun ogen doen. I know. Dat doe ik ook. Nou, ik dus nooit. Oh, als ik onschuldig ben. Jij hebt ook niet zo heel veel organische palettes, denk ik. Jawel, te veel. Te veel dan dat ik het gebruik. Oké, ogen dicht.
Oké, oog open. Nou. Nog een klein beetje op de onderkant. Dan mag je naar beneden kijken. Oh nee, sorry, naar boven kijken. Yes. Lippen. Normaal gesproken, dikke inzoomings. Sorry. Normaal gesproken doe ik lippenstift bij mezelf gewoon op. Maar dat vind ik heel lastig om dat te doen bij iemand. Dus daarom gebruik ik een kwastje. Voor een nude kleurtje een beetje gegaan, of niet? Ja, een beetje. Oké, ik ga het toch proberen met de miskast op te lossen. Ja, klopt. Dat ding werkt echt fantastisch. Oké, doe je mond een beetje open? Jij hebt ook echt droge lippen, Mikado. Oké, even... Ja, en dan een beetje open. Ja, nog een beetje smak. En dan mag je bril op. Dan hebben jullie inmiddels ook uiteindelijk een look gezien. Ik denk dat op camera niet heel goed overkomt. Maar jullie hebben dus even ook de voor- en nafoto kunnen zien. Het is een stuk neutraler als hoe ik het zelf doe. Jij vindt het mooier, hè? Ja, maar ik vind persoonlijk, hè, niet om af te vallen en niet al die haatreacties op dat ik zo bot ben. Maar ik vind dat Antje zich altijd heel hard op maakt. Donkere kleuren, hele donkere ogen, eyeliner eronder, eyeliner erboven. Heel heftig. Dat noemen ze oogpotlood. Ja, nou ja, oogpotlood, eyeliner, het komt voor mij hetzelfde neer. Maar het is heel donker. En ik vind, weet je, soms uitbundige lippenstiften kan heel mooi zijn. Maar ik vind dit gewoon een beetje basic, weet je. Je hoeft niet, ja. Ik vind het mooier. Het maakt jou zachter. Je hebt een zachtere uitstraling. Nou ja, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd. Wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd wat jullie dan ervan vinden. Hoe ik er neutraler uitzie qua make-up. Dus laat het zeker even weten in de reacties. Dus ik hoop in ieder geval ook dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien hoe Nathalie mij heeft opgemaakt en hoe het er dan uit kan zien. En we doen nog even een foto, want ik ga zometeen nog haar oogschaduw doen. Maar ik heb nu echt een look gemaakt zoals ik mezelf zou opmaken. Ik gebruik zelf nooit zo heel veel oogschaduw, omdat mijn ogen heel gevoelig zijn. Dus ik kan er gewoon niet tegen. Maar ik ga alsnog wel even een look proberen bij Angela. En dan doen we even een foto daar nog van in. Gewoon voor de leuk dat je kan zien. Ja, dat je ook kan zien hoe Nathalie je oogschaduw zo aanbrengt. Voor nu willen wij jullie in ieder geval. Het zo aanbrengt. Voor nu willen wij jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. We hopen dat je het leuk vond. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button waarop je kan klikken. En daar kun je ook een belletje aan zetten. Zodra er een nieuwe video dan online komt, krijg je de melding. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. En dan zou ik bij deze zeggen tot de volgende keer. Doei!